Yo, kijkers van Just MPG, als eerste, ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2017. Nu gaan we kijken op Counter-Strike met een trade-up, een StatTrak trade-up, voor een P250 Asimov Field Tested of een UMP 45 Primal Cyber. De Fleet Flock willen we niet, dat is 3,32 euro of zo. En het heeft minder dan 10 euro gekost of zo, om dit allemaal bij elkaar te krijgen, zoals jullie zien. En, ja. Oh, dat was de verkeerde. Dan moet het maar, hè. En daar gaan we voor. Dus als we iets krijgen van de Primal Cyber of de Asimov, hebben we profit. Als we iets anders krijgen, hebben we geen profit. De signature, de UMP, of was het ook weer? Oh ja, de P250. Even snel uitkrossen. Dit is alleen voor mijn inventory. Ik heb net ook al een trade-off gedaan. Die is dus gefaald. Toen kreeg ik een Glock Wasteland Rebel uit. En we wouden een USPS Kill Convert. Om een M4A1S Mega Industries. Dat is niks geworden. En de opname is ook gefaald. Dus we doen er gewoon nog één. Er moet toch wat uploaden. Trying to craft something. Nou. Daar gaan we. We hopen op alle tweede skins, behalve de Fleet Flock. Als het de Fleet Flock is, word ik echt boos. Kom op. Kom op. Alsjeblieft. De Asimov. Alsjeblieft. Yes! De Asimov. Yes, juist. Juist. Ik dacht van deze minimal wear. Oh. Field Tested Asimov. Juist. En een StatTrak. En een StatTrak. Jongens, deze trade-up is wel goed gegaan. Deze is helaas gefaald. Maar jongens, ik wens jullie een geweldig 2017. Hopelijk is jullie geluk beter dan dat voor mij. Ja, voor mij is eigenlijk helemaal niks. En ik wens iedereen het beste. Kalle man.